Dinsdagmiddag rond 4:30 is op de A2 bij Bokstel een auto van de weg geraakt en daarna tientallen meters achter de vangrail doorgereden. Hierbij raakte hij verschillende bomen en kwam uiteindelijk op zijn kant tot stilstand. Medeweggebruikers schoten de automobilist de hulp, waardoor hij al voor aankomst van de hulpdiensten naast zijn voertuig stond. De bestuurder van de auto raakte slechts licht gewond. Hij werd ter plaatse nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet meer naar het ziekenhuis. Vermoedelijk heeft de man een blackout gehad. Zijn bestelauto werd door een bergingsbedrijf achter de vangrail vandaan getakeld en afgevoerd.